Direct door met een oproep uit Den Haag. Want daar is afgelopen vrijdagavond, 23 juni dus, op straat een 41-jarige man doodgeschoten. Dat gebeurde toen hij rond 9:50 in zijn lichtblauwe Renault Twingo door de Wenckebachstraat reed. Het slachtoffer overleed ter plekke, ondanks snelle hulp, zoals u ziet. En de aanslag op dit slachtoffer, meneer Gooit nu aan de lijn, die leek heel doelbewust. Ja, de slachtoffer is inderdaad van dichtbij beschoten, vermoedelijk door een persoon die op een motor zat. We praten sinds vrijdag uiteraard met bekenden van het slachtoffer over de mogelijke achtergrond. En hebben buurt- en sporenonderzoek op en rond die Wenckebachstraat gedaan. Maar bij deze willen we ook een dringende oproep doen aan getuigen om hun verhaal bij ons te komen doen. Duidelijk. Hopelijk kunnen we helpen. Voor u thuis. Zag u vrijdag om 9:50 iets van of iets dat met de fatale beschieting in die Haagse Modewijk te maken kan hebben? Laat alsjeblieft van u horen. Zeker dus als u iets zag rond de schutter op de motor. Schutter met donkere kleding op een donkere motor die misschien ook wel voor het schieten de omgeving daar heeft verkend. Elk puzzelstukje helpt. Bel dus 0800 60 70, gratis, of dat is de tiplijn, of M. En heeft u bijvoorbeeld dashcam, camerabeelden, ook bijvoorbeeld van een videodeurbel rond dat tijdstip van het schieten, deel die met de politie. Dat doet u heel simpel met het tipformulier op onze site. En ook belangrijk, heeft u last van wat u daar ongewild misschien heeft gezien? Iedereen kan terecht bij Slachtofferhulp Nederland.